Ik heb het jaar meegedaan aan het beste idee van Nederland. Ik ben er niet meer doorgegaan, maar ik weet zeker dat ik er een hoop plezier aan beleef. Aan mijn spiegelstok. Gaaf kijken, hè, dat ding daar, hè? Daar kon er niet meer door, anders had ik helemaal tot aan het podium gereden. Ik had vanavond al vette pech toen ik hier binnenkwam, hè? Moest ik mijn kaartje kopen. Pak nou mijn portemonnee. Portemonnee weg. Er zitten mensen daar aan de kassa. Ze zitten, misschien hebben ze hem wel gerold. En dan niks gevoeld. Ze zijn nou in de bus, heb ik een kaartje moeten kopen. Toen had ik hem nog. Ze zitten echt niks gevoeld. Ik zeg, ja, ik zeg maar, kom op hé. Als je een keer een fijn gevoel hebt, dan denk je toch niet gelijk aan geloven. Maar speciaal hier voor de klundert. Mijn eigen helemaal wat nieuw gestoken. Bij de Nemo's. Kost er nog moeite gespaard. Gisteren ging dat beter hè, rond deze tijd. Hè? Had ik er al 3 achter in mijn kraag hangen. Maar hier snappen ze dat schijnbaar niet. Dat liedje niet begrepen denk ik, of mee opkwam. Maar ik woon tegenwoordig in bejaardenhuis. Bijna het oest genomen. Zo'n aanhangwoning. Kijk, de redden man, hè. Het duurt wel even, maar dan heb ik wat. Ah, dat gaat erin, hè. Ja, zo'n aanhangwoning. Geen kerf, hè, maar dat gaat natuurlijk niet echt als een rollaar. Nee, zo'n kamertje. Hoe noemen ze zo'n ding, joh? Oh ja, een leunwoning. Werkt al zeker. Nou, eigenlijk meer een kamertje. En ze houden goed bezig, jongens, om bejaardenhuis. Geweldig. Ik kwam er zelfs een van de gemeente langs. Ik zat net in de reïncarnatiezaal. Je ziet Bart, gij komt in aanmerking voor de verzorging. Ik zeg, ja, maar je bent toch niet gek, zeker? Hoe iemand op mijn leeftijd nog iemand gaan verzorgen? Ik zie me eigenlijk al aankomen met zo'n vrouwke van 90. En, grote beurt dan al, brievenbus erbij. En zij zeggen zeker, laat maar Bert, ik heb al een 30 jaar post gehad. Daar zitten, tegenover me, een vrouwke. Ja, ik schat ze zo. Ja, ik zeg het niet op. Maar in ieder geval, het was een mooi vrouwke en zij had dat deur, hè. Dus ik kon er mijn ogen niet van afhouden. Ze zit, opa, als je 20 euro geeft, dan laat ik jou zien waar ik met een blinde nerm ben geopereerd. Ik denk, en ik heb frommelen in mijn broek en ik heb frommelen. Ik denk, en 20 euro, hè. Zij pakt het aan, ze ziet dat je gauw naar rechts kijkt. Dan ziet het bijna niet ziekenhuis. Maar de reis met de bus is hartstikke gaaf. Geweldige ervaringen. Ik ben met jou voor het eerst naar Lourdes geweest. Ik mocht mee, ik was eruit gelood. Dus samen met mijn kameraden, onze Ton en onze Kees. Zo noem ik ze altijd, hè. Nou, die kwamen eraan met een koffer. Ja. Ik denk, wat hebben die allemaal bij? En waar zijn jouw spullen? Ik zeg, nou hier, ik had zo'n zakje. Hij zegt, is er niet meer bij als dat? Ik zeg, ben je gek? Ik zeg, een onderbroek en een paar schone sokken. Ik zeg, we gaan maar 10 dagen. Dus die gast, dat spul allemaal in de bus gezet, maar dat duurde allemaal even lang. Ik denk, ik wil boven zitten, hè. Dus ik zeg tegen Vur, ik zeg, boven, ah, plek zat, zegt hij. Dus wij mee gang naar boven. Bovenaan. Zo is rondgekeken, wij terug. En zegt die chauffeur, was er boven geen plek. Ik zeg, ja, maar ik denk niet dat ik gek ben, hè. Ik ga dan niet boven zitten, er zit geen eens een chauffeur. Dus wij onderweg.
op een gegeven moment, ja, de eerste stop, hè, die gasten maken niet zo lang rijden. Dus, chauffeurscafé binnen. Zit ik met mijn maten aan de bar, Toontje, Kees. Ik zeg, Toontje, we zitten gaan wel eens voor te kijken. Ah, zit hij, ik denk dat ik een beetje dement word, hoor. Ik zeg, dement? Ja, zit hij, ik sta hier net voor de deur. En dan wist ik toch niet meer of ik naar binnen was gegaan. Of dat ik, of naar binnen ging of naar buiten ging. Ik zeg, dat is niet zo mooi. Ik zeg tegen een ander, ik zeg, een guy. Hij zegt, nou zit hij, ik heb er ook. Ik sta net bij de wc. En toen wist ik toch niet of ik al geplast had. Of nog moest. Ik zeg, nou. Ja, die gasten, en ga je baard, hoe zit het met jou? Ik zeg, nou, ik heb niet eens geen last van, hoor. Kom maar binnen, hoor. Gooi te snel, denk ik.